The Netherlands, welkom aan boord. Polska, witamy na pokładzie kapitana Borcharda. Zwitserland, welkom aan boord. In Estonië, tere tulemast pardale. And how is it to live on a ship and not on shore? You have a very small place to sleep and everything is very small. But we are very used to a big place. It's crowded but pretty good. And why did you choose this job to live on the sea? For a new experience. Yeah, like an adventure. How do you communicate with each other? We communicate in English and sometimes we have to make like manual signs. Yeah, with hands and foot if we don't know the correct words or something. Like calambours, sometimes depends. How to show something. Oh yeah. For example, give me the line, but I don't know how it's line, so. If you really need something, or you can see other person really needing something, then you can have it, even if you don't speak the language. How is it when you go to another country? It's amazing. Like you can feel the culture is different. Yeah. Your surroundings are different. Like Stavanger, you have mountains and here everything is flat. So, but yeah, it's like you really know that you're somewhere else. It's also to meet different cultures and to see even local cuisine or local architecture. So we can enjoy. Everything was a little bit different than in other countries. De kapitein Borcharda is in Polen een hele bekende leraar voor de bemanningsleden om het zeevak te leren. En daarnaast heeft hij ook verschillende navigatiesystemen uitgevonden. En vandaar dat ze ook per ere aan hem de naam aan dit schip hebben gegeven. En hoe lang bestaat het schip nu? Het schip bestaat nu precies 100 jaar. En wordt het ook op een feestelijke manier naar voren gebracht? Ze zijn bezig met de Tallship Race natuurlijk. En dat is voor hun één groot feest hier. En op die manier vieren ze ook een beetje dat het schip 100 jaar bestaat. Ja, omdat hier ook heel veel activiteiten zijn en er is al een hele feestsfeer om het festival heen. En voor de rest, ik denk dat ze vanavond nog wel een feestje gaan vieren om...